We zijn de buurt aan het schoonmaken. We halen zwerfvuil weg. En dat doen we met een hele groep. Judith van Duinen uit Denkhuizen begon dit initiatief met haar gezin. Omdat ze tijdens het wandelen zoveel zwerfvuil tegenkwamen, heeft ze het heft in eigen handen genomen en zijn ze dit samen gaan opruimen. En ik had een bericht geplaatst op Facebook dat ik heel veel zwerfvuil van de straat had gehaald op een heel klein stukje. En dat is opgepakt door Enkhuizen Actueel. En die hebben daar een artikel over geschreven. En toen kreeg ik allemaal berichtjes van mensen die mee wilden helpen of die zich aan wilden melden of meer informatie wilden. En zo is het begonnen. En ondertussen waren zoveel aanmeldingen en mensen die mee wilden lopen. Dus heb ik nu een team van 4 mensen. En ja, we zorgen gewoon dat mensen weten waar ze moeten lopen en hoe ze het moeten doen. En dat loopt als een trein dus. Ja, met meerderheid van alle mensen. Je ziet ook je omgeving, kom je ook weer tegen. Mensen groeten je onderweg ook. Ja. Dat is gewoon leuk om te doen. En het hele gebeuren is gewoon leuk. Ik vind het positief gebeuren om te doen. Mensen zijn enthousiast, hè? Ja, daarom. Steek een duim op. Ja, het is gewoon leuk om te doen. Heel initiatief en het is gewoon mooi. De groep Schoon Enkhuizen is nu uitgegroeid tot een groep van 50 mensen die 1 keer in de 2 weken vuil opruimen. Komen niet allemaal elke... Die komen niet allemaal, nee. Die kunnen zich aanmelden. Het is ook echt vrijwillig. Dus je hoeft ook niet iedere keer mee te doen. Je mag ook zelf lopen. En dan mag je gewoon het vuil wat je ophaalt, dat kan je dan bij mij brengen. Zodat je er ook niet zelf mee blijft zitten. En mensen die geen materialen hebben, zoals grijpers of van die ringen om vuilniszakken open te houden, die mogen dat ook komen lenen bij ons. En het allemaal onder het motto Schoon Enkhuizen. Ja, klopt. Naast dat ze Enkhuizen schoon willen maken, willen ze ook bewustwording creëren. Ik vind het heel belangrijk dat die bewustwording rondom dat zwerfvuil gewoon bij mensen komt. Ik kan me voorstellen dat er iets wegwaait, ja. Maar probeer het toch altijd op te rapen. En wat je vol meeneemt, kan je ook leeg terugnemen, vind ik altijd. Dat is inderdaad toch? Zo. Dat is, ja, maar... En waar ik me ook aan stoor, is aan die sigarettenpeutjes. Sigarettenpeutjes, die filtertjes, want die zijn heel slecht voor het milieu. Enorm veel, hè? En het is niet te geloven. Ja. Misschien stimuleert het ook de mensen om daar wat bewuster mee om te gaan, toch? Precies. Dat is wel een beetje wat ik ook wel wil beogen. Als je dat al bij iedereen die een keer mee zou lopen zou bewerkstelligen, dan is het al hele initiatief al 3 keer geslaagd. Ja, goed bezig, ja, zonder meer. Ja, daarom. Nou, als je mee wil lopen met ons of zelf, of je wil meer informatie over het vuilrapen, dan kun je kijken op onze website en dat is www.schoonenkhuizen.nl.